En ik wil jullie niet beide niet meer zeggen. PSV is landskampioen. Het kampioenschap is zondag uitbundig gevierd. De overblijfselen van het feest zijn maandag nog te zien. De hele binnenstad ligt bezaaid met blikjes, bekertjes en hier en daar een verdwaalde vlag. TV8 bezocht de day after van een groot volksfeest. Het stadhuisplein is op maandagmorgen al redelijk schoon. De markt ligt echter nog bezaaid met bekertjes en andere rommel. Heeft u enig idee hoeveel bekertjes u hier nu staat op te vegen? Nou, die man vertelt dat er 100.000 bekertjes bier zijn weggegaan. Dus meer dan 100.000, denk ik. Heeft u gisteren ook deelgenomen aan het feest hier op de markt? Nee. Wel eventjes langs geweest om te kijken, maar niet deelgenomen. Niemand kan er nog omheen. PSV is landskampioen. Een advertentie maandagmorgen in de krant maakte dat nog eens extra duidelijk. Een goed weerwoord op Vergaal, hè? Met zijn grote mond af en toe. Want Vergaal, toen ze kampioen werden, ja, werd PSV toch echt gezegd van ja, daar kunnen ze geen feest vieren en alles. Dat is toch een mooie reactie erop. Er is geen twijfel van mogelijk. Nee, ik heb het uitbundig gevierd, dus ik ben er echt heel blij mee. En toen was het stil boven de grote rivieren. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Nou, denk ik ook wel, ja. Dat is een mooie, hè? Ik denk dat het terecht is, of niet? De meeste goals gescoord, aanvallend. Ja. Terecht. Hij heeft Feyenoord, Sida. Sloeg gewoon nergens op. Dus dat is gewoon terecht. Opzit. Heeft u meegefeest gisteren? Heeft u meegefeest gisteren? Een beetje. Heeft u een beetje een kater of niet? Hè? U heeft een beetje een kater of niet? Nee, niet echt. U zit hier zo verdaasd op de markt? Valt wel mee. Bent u blij dat PSV kampioen is geworden? Ja. Vanochtend stond deze advertentie in de krant. Wat vindt u daarvan? Daar laat ik niet over uit. U bent niet erg blij, of wel? Want
prettige dag.